Breda Nu. Je weet het meteen. Het is vrijdag 26 januari 2018 en dit is het weekoverzicht. Tenzij u denkt, hey, dat zei hij gisteren en eergisteren ook, dan kijkt u naar de herhaling. Goedemiddag, mijn naam is Brian Lisman en je kijkt naar het weekoverzicht van Breda Nu. Het was weer een drukke, maar gezellige week in en rondom Breda. Zo vierden we de Nacht van het Kielengat. Er werd een carnavaleske muziekmiddag georganiseerd in de Nieuwe Veste. En heel Breda trok de stad weer in om te klunen. We beginnen de week bij zaterdag 20 januari. In café de Nieuwe Veste werd deze week een muziekmiddag georganiseerd door de BCV. De Bredaanse carnavalsvereniging dus. Tijdens deze middag traden verschillende blaaskapellen op en werd er flink gefeest. De middag eindigde op de Grote Markt, waar muzikanten een aantal nummers lieten horen onder begeleiding van muziekdocenten van de Nieuwe Veste. Ja, fantastisch. Het is super. Het is een goede opkomst. We hadden 3 verschillende groepen in leeftijd. Fantastisch om de kleintjes te zien natuurlijk. Ja, daar gaat het om. Nieuwe aanwas, dat moeten we hebben in Breda. Ik denk dat het een geslaagde middag was. Ik heb in ieder geval heel veel plezier aan beleefd. En ik hoop iedereen hier ook. Zorg dat je erbij bent. In het Amrad Hotel Brabant werd dit weekend de Nacht van het Kielengat gehouden. Een van de grootste pre-parties voor het carnaval. Het thema van de avond was dit jaar de Nacht van de Spelen. En verrassende acts als Changé, Chef Soldaat en de Alpenzusjes waren van de partij. De avond werd volgeblazen door verschillende Kielengatse topkapellen. En de hoofdact van het feest ging dit keer naar niemand minder dan Canvas Rockin Hoempa. Zij speelden het dak van het Amrad. Het voorfeest in het Kielengat, waar alle geburen samenkomen en iedereen feest met elkaar viert. En ja, je wordt al een beetje warm, je wordt al een beetje klaargestoomd voor het aankomende carnaval. Op de Grote Markt van Breda werden afgelopen zondag de Friese vlaggen en de skipakken weer uit de kast getrokken. Want het was weer tijd om te klunen. Om 1 uur werd het feest geopend door artiesten als Johnny Purple, Tommy Lips en de meiden van Changé. Waarna niemand minder dan Prins Daan het startschot gaf en de taps werden opengedraaid. Onze jongens zijn de kroegen ingedoken om het sfeertje van de feestgangers mee te krijgen. Ja, dames en heren, we zijn hier bij je Kielengat in Breda! Hey, baby! Oeh! Ah! I wanna know! Be my girl! Meneer de Kastelein, hoe maakt u het? Dankjewel, geweldig, super, super, super geweldig. Wat vindt u er tot nu toe van, zo 3 weekjes vooraf? Ja, dat kunnen wij niet meer missen. En tot zover de feestjes in Breda deze week. De Kielengatters hebben nu heel even rust en dan kunnen we over 2 weken weer helemaal los tijdens carnaval 2018. En dan de foto van de week. In samenwerking met Instagram-accounts In Breda en I Love Breda gaan we iedere week weer op zoek naar de foto van de week. Deze foto's worden door jullie geproduceerd en opgestuurd, dus heb jij nu zelf een mooie foto van de stad? Stuur dan op naar redactie@bredanu.nl of naar de Instagram-accounts van I Love Breda en In Breda. Deze week komt de foto van In Breda. Op de foto is de binnenstad van Breda mooi te zien vanuit de lucht. Ja, en natuurlijk staat onze Winter Queen weer centraal, de grote kerk, die overigens binnenkort helemaal verlicht zou worden in alle kleuren van de regenboog. Dit heeft uiteraard alles te maken met het carnaval dat weer voor de deur staat. En tot zover het weekoverzicht van week 4. Volgende week zijn we er weer met weer een nieuwe foto van de week en natuurlijk de highlights van alle gebeurtenissen in en om Breda. Nu kunt u hier op Breda Nu genieten van weer een nieuwe aflevering San Severia TV. Tommy Lips en de meiden van Changé zijn deze week bij niemand minder dan onze eigen burgemeester Paul de Pla op bezoek. Absoluut de moeite om weer te kijken. Breda, ik wens jullie een fijn weekend en tot volgende week voor weer een nieuw weekoverzicht. Breda Nu. Je weet het meteen.